Dames en heren, heel hartelijk welkom op de eerste dag van de tweede lockdown. De niet zo intelligente lockdown waarom we bijna allemaal thuis zitten. En wij hadden hier vanmiddag gepland, lang van tevoren, naar aanleiding een bijeenkomst, een digitale bijeenkomst, naar aanleiding van het vorige maand verschenen boek, geschreven door Frans Paul van der Putten, die werkzaam is Klingendaal, senior Research Fellow, maar die ook voor het Leiden Asia Center in het recente verleden en binnenkort weer onderzoek heeft gedaan naar onder andere de impact van het Belt Road Initiative van China op landen buiten Azië, maar ook in Azië, ook Indonesië, maar ook daarbuiten in Europa. We willen het vandaag niet zozeer gaan hebben over de inhoud van het boek, zal zeker ter sprake komen, maar we willen vooral even ingaan op het beeld van China in Nederland. Hoe dat tot stand gekomen is, hoe relevant dat nog is, welke veranderingen het ondergaat en ja, wat voor informatie over het algemeen over China het best toegankelijk is in dit land. Frans Paul, jij schrijft in jouw inleiding dat dit boek beoogt historische context aan actualiteit te geven. Dat was jouw belangrijkste streven. Ik vond het boek net zo lezenwaardig als gedetailleerd. Het biedt een zeer uitgebreide terugblik van 1842 tot nu. Dat is de periode die in de Chinese geschiedenis als de moderne tijd geldt, vanaf de Eerste Opiumoorlog. In een periode dat China nog wel een belangrijke speler was in de wereldeconomie, maar nog niet in de wereldpolitiek. En je beschrijft eigenlijk de ontwikkeling sinds die tijd tot het moment nu waarop China ja, een van de belangrijkste spelers is op het wereldpolitieke toneel en ook nog steeds in de wereldeconomie. China in de tijd dat jij begint is vooral een speelbal van de wereldpolitiek, kun je zeggen. Daar hebben de Chinezen buitengewoon onder geleden, of heel erg lang. Jij beschrijft ook hoe dat met welke uitingen dat gepaard ging, hoe ook dat gevoel geen meester te zijn over hun eigen bestemming een aantal keren in die periode optreedt. En daar dwingt zich al de parallel op met de periode nu, voor in zekere mate, maar daar gaan we het straks over hebben. Het proces waarmee China zich ontworstelt aan die oude erfenis, het niet bij macht te zijn om de eigen plek op de wereldpolitiek, in het wereldtoneel te bepalen, is een van die erfenissen waar ze zich aan ontworsteld hebben. En dat kenmerkt zich vooral door hele heftige binnenlandse ontwikkelingen. Die beschrijf je natuurlijk ook. De grote sprong voorwaarts. Daarvoor natuurlijk al de oorlog met Japan. Daarvoor natuurlijk ook al de Lange Mars en de burgeroorlog. De rol van de warlords wordt allemaal bijzonder uitgebreid. Maar tegelijkertijd ook heel toegankelijk en begrijpelijk wordt dat beschreven. En dan komen wij tenslotte aan in deze eeuw, waar tot verrassing van velen blijkt dat na de crisis van 2008, waarbij China een van de belangrijkste economische spelers is, die niet structureel door die crisis wordt getroffen, het land zich ontpop heeft als de tweede economie van de wereld nadat het Japan had ingehaald. Dat lijkt allemaal heel veel. Het is misschien ook wel heel erg uitdagend om dat chronologisch zo op te schrijven dat mensen toch nog bij de les blijven. Maar dat is precies wat jij doet, wat ik heel erg knap vind. En de lezer wordt als het ware gaandeweg vertrouwd gemaakt met een aantal denkbeelden die momenteel nog steeds bij de Chinese leiding in dit land leven. En die ook volgens sommigen daarvan, en daarvan is de president, secretaris-generaal, de voorzitter van het Militaire Comité, Xi Jinping, zeker geen uitzondering van, moeten worden bestreden. En eigenlijk nog steeds niet bestreden zijn. Ik denk dat dat een van de dingen is die uit het boek heel erg naar voren komt. Sinds enkele jaren is China niet meer van de voorpagina's van de kranten en op nieuwstelevisie weg te slaan. En dat maakt het juist relevanter om die historische context erbij te betrekken. Want daar hebben we het natuurlijk weinig over. Voordat ik jou wat vragen ga stellen en daarna gaan wij over vragen stellen aan, of betrekken we Frank Pieke en Vincent Chang erbij. Die zitten elders in dit gebouw, allemaal vanwege corona. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik een paar technische dingen met u doornemen. En dat is in de eerste plaats dat uw camera is afgezet, maar dat doet u geloof ik al in grote getalen automatisch. Hou dat zo, anders wordt het heel erg. Toch alsof je een postzegelverzameling voor je neus hebt, dus dat doen we maar niet. We vragen u ook de microfoon te muten gedurende het hele seminar.
Want de vragen die u hebt en waar ruimschoots de tijd voor wordt genomen, die stelt u via de chatfunctie. Die komen bij mij binnen op deze telefoon. En het is dus niet zo als ik over die telefoon gebogen zit straks, dat u denkt, waarom kan die vrouw haar kerstmisboodschappenlijstje niet op een ander moment maken? Maar dat zijn dus uw vragen. Goed, genoeg. Frans Paul, wat bewoog jou om naast jouw toch drukke baan rond het hedendaagse China op Klingendaal dit boek te gaan schrijven? Ja, ik ben heel erg met China bezig. Ik ben al langere tijd erg met China bezig. En dat zijn vooral allemaal kleinere projecten. Allemaal kleine deelaspecten die deel uitmaken van het onderdeel zijn van het grote proces, de opkomst van China als nieuwe wereldmacht. Ik had er zelf behoefte aan om een flinke stap terug te zetten en een overzicht te creëren van de grote lijnen. Waar komt China vandaan en in welke richting beweegt het zich? Wat is het grotere kader waarbinnen we al die verschillende facetten die we dagelijks in de krant en op televisie over China lezen en horen en zien kunnen plaatsen? En ik wilde ook een boek schrijven wat dat grotere overzicht beschikbaar maakt en ook toegankelijk maakt voor een breed publiek. Dus niet zozeer voor de experts die de grote lijnen wel kennen van dat historische verhaal van China. Maar nog een keer de coherentie, zeg maar de samenhang van het hele historische proces. Vertellen vanuit de actualiteit, vanuit de vraag, wat voor wereldmacht is China nou eigenlijk aan het worden? Ja, behalve die hele feitelijke vraag, wat voor wereldmacht is China aan het worden? Wat voor ulterior motives had je misschien ook daarbij? Wat wilde je aantonen? Of was er vooral, iets wat je aan wilde tonen? Ja, nou, vooral de continuïteit. Omdat ik zelf hier aan deze mooie universiteit ben opgeleid als historicus. En in het verleden ook onderzoek had gedaan naar de geschiedenis van modern China. Zag ik er ook veel interessante elementen van continuïteit terugkomen in mijn huidige werk. In de actualiteit rondom China. Continuïteit in de zin van parallellen die je opviel. Soms parallellen, maar soms ook wel zaken waarvan ik denk van dat zijn geen nieuwe ontwikkelingen, maar die gaan eigenlijk al heel ver terug. Die zitten er al heel lang in. Kun je er een paar noemen? Vraag ik dan maar meteen. Nou, even wat betreft de parallellen. Veel interessante zaken die China aan het leren is over de wereld en de wereld over China, kwamen voor een deel ook al in de jaren 30, jaren 20, jaren 30 van de vorige eeuw terug. Dus toen China een heel andere regering had dan dat het nu heeft. China was toen nog niet communistisch. Maar was toen ook duidelijk al aan het experimenteren en aan het zoeken naar een rol in de wereld. Hoewel China toen nog niet zo groot en machtig was als dat het nu is. Maar de manier waarop vooral China in die tijd omging, bijvoorbeeld met westerse multinationals. Daar zag ik toch wel wat parallellen ook met het heden. En als het gaat om de continuïteit, dus dat je de lijn kan doortrekken, is het toch ook... Ja, dat elementen van de manier waarop China zich positioneert in de wereld verder gaat dan 1949, dus verder terug in het verleden. Terwijl het toch vaak wordt aangenomen dat 1949 het begin is van alles, want dan komt de Communistische Partij pas aan de macht. Waren er dingen die je vroeger wel wist, maar door de research voor dit boek, die je weer opnieuw las en dacht, ja, verrek zeg, dat is iets wat ik per se in het boek moet hebben, want dat is zo'n sleutelmoment of zo'n sleutelopvatting. Die kan ik niet missen. Nou ja, toch het enorme belang van Sun Yat-sen en het gedachtegoed van Sun Yat-sen, wat ik op zich, waar ik al vaker over wist en had gelezen, maar tijdens het schrijven van het boek werd voor mij toch wel duidelijk dat het toch wel de grondlegger is van een belangrijk deel van het gedachtegoed dat nu nog steeds een grote rol speelt in de Communistische Partij. Oké, okay, goed. Het boek is ongeveer 2 weken geleden verschenen, denk ik. 3 weken? Nou, 4 weken. Dus 4 weken, ja. midden november. Ja. Wat zijn de reacties die je krijgt van mensen? Tot nu toe gelukkig allemaal hele positieve en enthousiaste reacties. Vooral wat betreft ook dat mensen zeggen van ja, dat zijn inderdaad hele interessante parallellen en continuïteit. Precies dat soort dingen waar mensen ook op wijzen als ze het gelezen hebben. Ja.
Dan hou je je dagelijks werk bezig, vooral natuurlijk met contemporain China. Dat doe je al heel lang. Je hebt ook China-beeld natuurlijk zien veranderen in Nederland. En een censuur ergens in 2013, 2014 kun je zeggen. Daarvoor was het neutraal tot positief ontvankelijk. Het meedoen van China in de wereld en de groei van China. Wat hoop je nou dat mensen na lezing van dit boek gaan bijstellen aan het doorsnee China-beeld wat er in Nederland is? Namelijk een land wat steeds groter is, vooral opkomt voor zijn eigen belangen. De standaarden wil zetten voor een nieuwe wereld. Zich los wil maken van de multilaterale wereld zoals die direct na de Tweede Wereldoorlog vorm heeft gekregen. Wat hoop je dat de mensen oppikken uit jouw boek? Ja, eerst even over dat veranderende beeld. Ik doe dat werk wat ik op Klingendaal doe sinds 2007. Ik heb nooit kwantitatief onderzoek gedaan naar het China-beeld in Nederland. Maar ik heb wel vanuit mijn werk zelf kunnen beleven hoe dat verandert. En het is gegaan van dat China wel interessant was, maar niet zo belangrijk, maar ook niet zo schadelijk voor ons, naar een situatie nu waarin China wel als belangrijk wordt gezien en heel relevant, maar ook als heel schadelijk. Niet door iedereen, daar komen we zo denk ik nog op, dat is nogal een divers beeld. Maar dat is wel een veranderingslijn die ik heb gezien in die afgelopen 13 jaar. En ik hoop dat dit boek eraan bijdraagt dat die erkenning die er nu is van dat China heel relevant is en belangrijk voor ons en allerlei dingen gaat veranderen, dat dat wel gepaard gaat met een wat dieper inzicht in waar dat land vandaan komt en wat het eigenlijk probeert te bereiken. En dat het niet te snel wordt doorgeschoten naar een vrij oppervlakkig beeld waarin China als een nieuwe kwade macht wordt neergezet die een soort reïncarnatie is van iets heel slechts. Ja. Ik denk dat ondanks het feit dat er veel problemen zijn met China, problemen in onze relatie met China, dat je toch daar beter mee kan omgaan als je meer inzicht hebt in wat het voor systeem is in China en wat het land en wat de leiders van dat land eigenlijk proberen te bereiken. Ja. Ja. Onder invloed van de groei van China, de opkomst van China, is natuurlijk gaandeweg het China-beeld en de mening over China behoorlijk gepolitiseerd. Niet zeggen gepolemiseerd. Dat zie je vooral in de Verenigde Staten, je ziet in Australië, maar in toenemende mate zie je dat ook in Europa. Het is mijn bescheiden opvatting, want ik weet niet zoveel van China en ik hou me ook hier niet zo lang mee bezig. Maar het is mijn bescheiden opvatting dat mensen een mening hebben die niet zozeer gestoeld is op kennis, als wel op hun algemene wereldperceptie en soms ook hun politieke overtuigingen. En dat wat je ook aanbiedt aan context en meer tekst, er niet toe zal leiden dat een deel van die mensen überhaupt hun mening zal herzien of daar zelfs ook maar toe bereid is om dat te doen. Dat denk ik ook, maar dan is het goed om ons te richten op dat andere deel, dat het misschien wel doet. Ja, en het is ook, denk ik, heel positief dat op de middelbare scholen China nu een eindexamenvak geschiedenis wordt voor HAVO en VWO. En ik denk dat het ook goed is dat niet alleen middelbare scholieren, maar ook een breder deel van, een groot deel van de bevolking de kans heeft om meer te lezen, meer te weten over China. Ja, oké, goed. Daar wil ik het even bij laten. Dan ga ik nu naar de twee andere sprekers, Frank Pieke en Vincent Chang. Die zitten elders. Die zijn allebei betrokken dagelijks, soms niet meer dagelijks, bij het onderwijs aan de Universiteit Leiden over China. En denk ik zijn allebei, Frank Pieke misschien iets meer dan Vincent, opiniemakers als het gaat om China, net zoals jij dat zelf ook bent. En ik heb eigenlijk de vraag aan hen beiden, en dan eerst Frank en dan Vincent, in hoeverre zij vinden dat de aanwezigheid van informatie over China in de media, in het onderwijs, op andere manieren, door middel van boeken. Zijn de laatste tijd ook heel veel boeken over China geschreven. Of dat recht doet aan de diversiteit van opvattingen over China in Nederland. En hoeverre dat een algemeen breed geïnteresseerd publiek in staat stelt om op een goede wijze hun eigen opvattingen daarover te formuleren. Frank, mag ik jou als eerste het woord geven? Natuurlijk, en heel graag. Allereerst wil ik Frans Paul feliciteren met een zeer geslaagd boek. Het is een van de weinige boeken in de afgelopen jaren die ik van A tot en met Z heb gelezen.
En ik heb er ook behoorlijk veel van geleerd, net zoals Frans Paul ervan geleerd heeft, door het te schrijven. Heb ik ervan geleerd door het lezen en met name de wat vroegere moderne geschiedenis heeft feiten en interessante punten die ik niet zo netjes had en nu veel scherper dankzij dit boek. Ik denk dat dit boek ook echt een hele grote bijdrage kan leveren aan de discussie in Nederland, maar ook en met name aan het onderwijs, aan universiteiten, in internationale betrekkingen, in China-studies, in regio-studies en dergelijke. Dus ik denk dat we vast wel dankbaar mogen zijn dat hij de tijd en de moeite heeft genomen om dit allemaal uit zijn pen te laten stromen. Je zei al dat ik een opiniemaker ben over China. Dat is nou precies het punt. Het is, en je zei het zelf ook al, Lily. Het vormen van een opinie over China, mede vormgeven van een opinie over China in Nederland en ook in andere landen, is ontzettend moeilijk. Want iedereen gaat uit van hun eigen gedachten, hun eigen overtuigingen en filter alleen die informatie eruit die ze zelf bevestigend vinden voor dat beeld. En als je iets zegt dat tegen dat beeld indruist, dan word je of genegeerd vaak. Of je wordt verteld dat je het echt helemaal niet goed hebt begrepen. Of je wordt soms tegenwoordig steeds meer ook verdacht gemaakt. Of als een anticommunist aan de ene kant. Of als een apologeet voor een dictatoriaal regime. En dat is een beetje de situatie waar we in zitten. En om in zo'n situatie opiniemaker te zijn is juist heel erg lastig. Want feiten doen er steeds, helaas, steeds minder toe. Wat het boek betreft, denk ik dat de belangrijkste boodschap die er eigenlijk uitkomt, en ik weet niet of Frans Paul het mee eens is, maar ik leg het toch maar even neer, is dat de huidige insteek van de Verenigde Staten, maar ook een aantal van haar bondgenoten zoals Australië, om China het leven zo lastig mogelijk te maken, haar opkomst zoveel mogelijk in te perken, te beknotten, om de Amerikaanse, schuine streep westerse dominantie van de wereld veilig te stellen, dat die benadering eigenlijk een heilloze weg is. En dat is niet alleen omdat China opkomende macht is, die steeds groter wordt, steeds rijker wordt, enzovoort, enzovoort. Maar ook, en veel fundamenteler, en dat komt in het boek steeds weer naar voren, omdat de Chinezen namelijk ontzettend koppig zijn. Chinezen, bijna alle Chinezen die je spreekt, en ook in de geschiedenis, zijn er absoluut van overtuigd dat het China's geboorterecht is om een leidende natie in de wereld te zijn. En het zal niet uitmaken wat je ook in de weg legt hiervan. Ze zullen het nooit opgeven, ze zullen nooit tevreden zijn met een tweede of een derde plaats. Ze zullen nooit toestaan dat ze beknot worden. Ze zullen zich misschien terugtrekken, een tijdje lang wonderlijk, maar ze zullen altijd weer terugkomen. En die fundamentele culturele koppigheid, historische koppigheid, is iets in China wat bijna uniek is. Dat het enige andere plek ter wereld waar je dat hebt, is in de westerse wereld, waar wij ook denken dat het onze natuurrecht is om als leidende cultuur en beschaving in de wereld, om de wereld vorm te geven. En China heeft datzelfde idee. En dat is er gewoon niet uit te krijgen wat je ook zal doen. Dus het pogen om China in te perken is eigenlijk iets wat tot falen gedoemd is. En vaardig omdat de Chinezen het niet zullen willen laten gebeuren. Dus we zullen toch met een China dat machtig is, een China dat op gelijke voet van ons met ons staat, zullen we op een of andere manier toch vrede moeten maken. Zullen we op een of andere manier toch moeten omgaan. Dat moeten we uiteindelijk accepteren. Het is niet een natuurlijk project natuurlijk, maar een natuurlijk product. Het is een actief product van historische, van geschiedschrijving, van het interpreteren van de geschiedenis waar de Chinese regering heel hard aan werkt en in toenemende mate hard aan werkt. Maar wat je ziet is dat het onder de Chinese bevolking, waar ook ter wereld, eigenlijk ogenblikkelijk resoneert. Als je appelleert aan China's belangrijke rol, superieure beschaving, het recht om gelijkwaardig te zijn met het Westen, dan is dat iets wat Chinezen zonder enige kritiek, zonder enige aarzeling, allemaal zullen accepteren. Dus wat dat betreft kan je zeggen, ja, het ligt aan Xi Jinping en hij heeft misschien geprobeerd om China
te snel te groot te maken. Maar het is ook iets wat heel natuurlijk komt voor bijna elke Chinees die ik in ieder geval ken. En dat komt echt heel erg mooi naar voren in het boek, denk ik. In de beschrijving van Sun Yat-sen, maar ook van zijn voorgangers in de 19e eeuw. En hoe die ideeën over China's rol in de wereld uiteindelijk ook in de Volksrepubliek weer naar voren zijn gekomen. Dus het is niet communisme hier waar we het over hebben, maar het is echt China. En dat is denk ik iets wat we heel erg goed op het netvlies moeten houden. Voordat ik Frans Paul de gelegenheid geef om hier iets over te zeggen, wil ik eventjes Vincent aan het woord laten. Die zit elders. Vincent, jij hebt het boek ook gelezen. Jij geeft momenteel een vak moderne Chinese geschiedenis. Dat gaat precies over dezelfde periode, uiteraard 1842 tot nu. Is dit een boek wat jij studenten zou aanraden? Dankjewel, Lily. Absoluut. En ik kan je zelfs zeggen dat ik het al gedaan heb. Ik heb 2 weken geleden of 3 weken geleden het boek begon ik erin te lezen en meteen al enthousiast in werkgroepen ingezet. Voor zover het dan kon, zeg maar, binnen de kaders die dat daartoe boden. Maar dat denk ik zeker een hele grote aanwinst. En ik zou ook eventjes willen beginnen met Frans Paul nogmaals feliciteren met het prachtige boek. Ik ben het met jullie allemaal eens. De grote lijnen, de gebeurtenissen zijn heel helder. Maar wat eraan toegevoegd wordt in mijn optiek is een niveau van detail en diepgang dat in de meeste overzichtswerken ontbreekt. Dus het is eigenlijk het combineert inderdaad zowel de overzichtslijn, de grote lijnen, als echt een groot niveau van diepgang. En belangrijker misschien nog, wat mij betreft, ik ben het ook eens met wat Frank zei, maar mij viel nog iets anders op, is de kijk op de afstand die Frans Paul, die de auteur neemt in het boek, en kijk naar de grotere wereldpolitiek. En ik denk dat dat heel belangrijk is als we het over China hebben, want er is nogal een neiging, en dat gaat dan ook deels in op jouw vraag, Lily, denk ik, om soort van random in te zoomen op aspecten in China en die ontzettend te vergroten en daar achteraan te gaan rennen. Ofwel tegenaan te gaan slaan of het te omarmen. En ik denk wat jij doet, Frans Paul, is het grotere plaatje naar voren brengen, de geopolitiek noem jij het, de wereldmachten, het spel van de mogendheden in die tijd, in de historie heb ik het dan over. En daar komt eigenlijk een ander beeld uit voort, namelijk een beeld dat China daar lessen uittrekt, zich dat internaliseert, misschien dat deels nadoet. En daar komt voor mij een beeld naar voren dat de opkomst van China in grote lijnen niet uniek is. Maar wel unieke trekken heeft wellicht, en die zijn er zeker. Ik bedoel ook niet te zeggen dat die niet bestudeerd zouden moeten worden, maar tegelijkertijd ook niet vergeten dat er iets anders aan de gang is wat we gewoon niet meer kennen hier, de meeste van ons, deze generatie niet kent. Dus ik kom eigenlijk tot de paradox dat om te begrijpen wat hier nu gebeurt, we soms ook moeten uitzoomen van een China-beeld. Te meer omdat dat vaak ongebalanceerd is. En je juist de grotere lijnen zou moeten zien. En ik denk dat dat, althans was het voor mij, een hele prachtige eigenlijk weergave in jouw boek van die grote lijnen. En inderdaad, parallelle continuïteit daarin. Maar inderdaad, en dat is dan nog het andere punt dat ik wil maken. Natuurlijk moeten we ook naar China kijken. Dit sluit aan met de vakken die ik geef. Ja, ik vind dat je dat heel helder neerzet, hoe China eigenlijk door die omkering met die nederlagen, opiumoorlogen, oorlog tegen Japan, de omkering van de regionale orde, zeg maar, destijds, en dan hebben we het over 19e eeuw, begin 19e eeuw, halverwege 19e eeuw, hoe er vanaf dat moment een soort van race is begonnen, om te overleven moeten wij de achterstand verkleinen. En ik denk dat je heel treffend beschrijft hoe die race, zeg maar, na een paar valse starts, eerste republiek, vervolgens Chiang Kai-shek, de nationalistische regering, een soort van valse start. Die hebben dat stokje overgenomen, maar het is niet gelukt. En toen kwam het in de handen van de voorgangers van de huidige communistische leiders. En die hebben dat stokje weer overgenomen en die zien nu een eindstreep in beeld komen. En naarmate die eindstreep nadert, het eindspel, wordt de spanning hoger, binnenlands een grotere repressie, buitenlands grotere assertiviteit, want er staat zoveel op het spel. Ik denk dat die twee zaken, dus die soort van inhoudrace noem ik het maar eventjes, die natuurlijk zero sum is. Want het is een kwestie van terreinwinst. We moeten dus achterstand inhalen. Dat is denk ik een heel sterk beeld dat je hier plaatst. Plus inderdaad van ja, intussen is het wel een macht zoals andere wereldmachten er zijn geweest in principe. Die zelf beschouwt wat het doet als iets defensiefs of normaals. Maar wat door anderen per definitie wordt gezien als iets assertiefs of agressiefs. En dat grote spel, denk ik, dat die grote lijnen die ontbreken. En daardoor, en dan zal ik afsluiten met deze eerste reactie. Daardoor is er niet veel oog voor de eigen capaciteiten hier. En zijn de verwachtingen soms misplaatst.
denk ik. En ik denk dat dat voor mij is wat het boek, waar het boek aan herinnert en heel scherp neerzet. Vincent, dank. Nog even voor de duidelijkheid. De verwachtingen misplaatst hier, zei je. Hier in Nederland of juist in China bedoel je dan? Vincent? Mute? Kun je unmuten? Ja, nee, ik bedoel in Nederland. Ik zit een paar meter verderop van jou. Dat weet ik, maar... Nee, ik bedoel daarmee dat dus de verwachtingen en de capaciteiten in de respons vanuit Europa, vanuit Nederland, dat die scheef lopen. En dat komt als je naar het grotere lijnje kijkt, dan zou je moeten afvragen, denk ik, er is een macht in opkomst. Er zijn trekken van niet prettig, maar grote delen daarvan hebben in de historie al plaatsgevonden. Alleen dat zijn wij vergeten, hebben wij niet meegemaakt zelf. Dat zal je voor een deel, je kunt je natuurlijk tegen verzetten en voor een deel zal het misschien moeten. Maar je zult ook vooruit moeten kijken en faciliteren. En dat zijn de strategische vragen. En daarbij moet je eigen capaciteit in oog houden, niet alleen je wensen. Ik denk dat beeld ook vrij scherp wordt neergezet. Dus zeker een realiteitsvraag. Hè. De strategische autonomie die we zogenaamd aan het herontdekken zijn, die zou moeten leiden tot een vraag, wat zijn onze capaciteiten? Die kunnen we doen toenemen. Dat is denk ik ook wat Frans Paul aan de epiloog probeert te bepleiten. Tegelijkertijd zou je kunnen afvragen, verwachtingen moeten misschien worden bijgesteld. De verwachtingen jegens onszelf of de verwachtingen in hoeverre we een tegenwicht tegen China kunnen bieden? Ja, nou de verwachtingen dat, en dat, nu kom ik terug op jouw vraag, dat iets wat geframed wordt als een strijd, namelijk wie wint het, ik denk dat je dat sowieso niet zo moet framen, maar als je het al gaat hebben over capaciteiten, dan denk je dat je vanuit moet gaan, China met die toenemende economische macht, zoals Frans Paul beschrijft, die toenemend politieke invloed geeft, die toename van invloed, die is niet... op dit moment zijn er niet capaciteiten voor, althans niet duidelijk, om die te keren. En dat is een realiteit die nog niet helemaal geland is. Nou, de vraag is dat de realiteit is die voor mensen acceptabel is. Dat is mijn vraag. Nou heel veel dank voor deze interventie. De EU ziet natuurlijk China, of erkent ook dat China een systeemrivaal is. Daar is eigenlijk de China-aanpak van de EU min of meer op gebaseerd. Nou, de Verenigde Staten heeft de afgelopen 4 jaar gezien tot welk punt je dat door kan drijven. Maar ook de nieuwe Amerikaanse regering zal ongetwijfeld uitgaan van het systeemrivaal paradigma. Vincent zet vraagtekens bij of dat inderdaad een goede aanpak is. Frank in feite ook. Dat doe jij ook, niet misschien ook in het boek, maar vooral ook elders. En dat sluit misschien aan bij een vraag die ik hier krijg. En die vraag heb je al eerder gekregen. En dat is voor de andere beide, is dat ook natuurlijk interessant. In hoeverre Europa niet meer een eigen politiek tegenover China moet voeren. En zich niet moet laten meescheuren in een nieuwe koude oorlog. De wereldwijde uitdagingen op vlak van klimaat en dergelijke zijn voorbeelden van samenwerkingsmogelijkheden. Dat wordt natuurlijk heel vaak aangevoerd. Juist klimaat is iets waarbij Europa en China enorm samen zouden kunnen optrekken. En tenslotte moet het idee van Kissinger van co-evolutie niet meer uitgewerkt worden. Nou, dat laatste voert heel ver, om dat eventjes kort te beantwoorden. Maar de vraag over wat blijft er over voor Europa in het geweld tussen de twee grote aanvoerders van de systemen, namelijk de Verenigde Staten en China. En hoe realistisch moeten we, hoe groot is de reality check, vind ik persoonlijk niet, die we daarbij moeten uitvoeren? Ja, een hele actuele discussie nu voor Europa is, wat gaan we nu doen met de Verenigde Staten, nu dat er een nieuwe president komt, die waarschijnlijk een deel van de lijn van Trump, wat China betreft, gaat doorzetten, namelijk een confronterend beleid, een beleid dat gekenmerkt wordt door confrontatie richting China, maar waarbij Biden als president veel meer naar Europa zal kijken en zal zeggen van ja, we willen het wel samen met jullie doen, als onze belangrijke partner hierin. Dat is een hele grote vraag die denk ik nu voor Europa ligt. Van nou, gaan we dat doen? Gaan we ons aansluiten bij de Amerikanen? En ik denk dat China zo'n krachtige speler al geworden is, dat Europa er zeker behoefte aan heeft om samen te werken met andere partijen. En dan is er natuurlijk wereldwijd geen sterkere partner dan de Verenigde Staten. Aan de andere kant wil ik toch terugkomen op het punt waar Frank het net ook over had. Zonder dat ik wil zeggen dat de verdere opkomst van China als wereldmacht een onvermijdelijk proces is dat al helemaal vast ligt. Ik denk niet dat je er zo naar moet kijken. Maar wel de intensiteit van de drijfveren, de politieke drijfveren die er in China zijn,
Dus naarmate de druk op China groter wordt gemaakt, worden de drijfveren aan de Chinese kant om zich daartegen te verzetten ook sterker. Dus tenzij dat je het op zo'n manier kan doen dat, dat China wel gedwongen wordt om radicaal te veranderen, maar die mogelijkheden die zie ik in praktijk niet. Ben je geconfronteerd met een China dat heel sterk is en dat sterk zal blijven, hoe je daar ook mee omgaat. Dus ik denk dat voor Europeanen, voordat zij beslissen of ze zich wel of niet aansluiten bij de Amerikaanse aanpak en het voorstel van de Amerikanen, goed moeten nadenken en denk ik ook met de Verenigde Staten in discussie over gaan, van waar willen we eigenlijk naartoe? Tegendruk geven tegen een machtig China is één ding, maar wat is het eindpunt daarvan? Willen we doorgaan totdat China een ander politiek-economisch systeem heeft? Als dat niet bereikbaar is, wat dan wel? Waar willen we eigenlijk op uitkomen? Ja, en ook de vraag, waar zijn we dan precies bang voor als de macht van China zonder verdere restricties zich kan ontwikkelen? Want dat is een van de vragen die hier ook gesteld worden. China wordt steeds als bedreiging afgeschilderd, maar wat zijn nou de bedreigingen van die macht van China voor de inwoners van Europa? Ja, ik vind dat een hele belangrijke vraag. Als je kijkt naar de nieuwe NAVO... Het NAVO-document wat recent is uitgekomen, waarin wordt voorgesteld dat de NAVO zich behalve tegen Rusland voortaan ook expliciet tegen China gaat richten, dan wordt er vrij snel een schets gegeven van nou, China is toch ook een grote dreiging, zonder dat echt duidelijk wordt gesteld van ja, hoe zit dat dan? Wat is dan precies de dreiging voor ons? En ik denk dat nog niet voldoende beantwoord is. Ik denk wel in grote lijnen dat Een machtig China, een China dat nog machtiger wordt dan dat het nu al is, dat een probleem is voor Europa. Vooral wat betreft onze economie. We kunnen heel moeilijk concurreren met China op economisch gebied. En op het gebied van mensenrechten en hoe internationaal met mensenrechten wordt omgegaan. Ik denk zeker dat op die twee gebieden. Dus niet dat China een acute veiligheidsdreiging is of een militaire dreiging, maar zeker wel op dat economische gebied en op mensenrechtengebied zeer problematisch wordt voor Europa. Ja. Jij ziet geen territoriale aspiraties van China buiten de grenzen van het Rijk der Midden en een beetje naar het zuidoosten? Niet in de buurt van Europa. Nee. En dank hiervoor. Ik ga even terug naar Frank. Frank, jij bent een tijd lang ben jij directeur geweest van het grootste in China-instituut in Europa, Merix, in Duitsland. En in Duitsland zitten de denktanks nog wat dichter op de overheid dan in Nederland het geval is. Als jij daar op die tijd terugkijkt, had jij het idee dat bij het Auswärtiges Amt of bij het ministerie van Defensie of bij het Bundeskanzleramt, misschien nog wel de belangrijkste speler tussen die drie als het gaat om buitenland, dat de macht van China ook werd gezien als een potentiële dreiging op militair gebied voor het Europese continent? Het hangt ervan af hoe je definieert, militair definieert. Als je spreekt met mensen, niet alleen in Duitsland, maar ook in Frankrijk, in Engeland en ook hier in Nederland, dan zeggen de militairen of de mensen die op het gebied van defensie werkzaam zijn, meestal dat een conventionele militaire dreiging voor Europa eigenlijk niet acuut is vanuit China, maar wel op andere terreinen. Dan met name op terreinen van spionage en cyberbeïnvloeding. Dat China op die terreinen voor Europa wel degelijk een acute bedreiging is. Dat is wat je altijd hoort. Het tweede wat je hoort, en dat hoor je dan meer uit ook uit de kringen van de veiligheidsdiensten, is dat China invloed heeft in onze maatschappij en zichzelf zou inmengen in onze politiek en in onze maatschappij om haar eigen doelen te dienen. Dus China's perfide invloed in onze maatschappij wordt steeds groter. Maar een conventionele militaire dreiging is iets waar betrekkelijk weinig over wordt gesproken. En dan is mijn antwoord altijd dat ik denk dat die bedreigingen over invloed en beïnvloeding aan de ene kant en cyber ook daarbij genomen en spionage niet zo groot zijn als op langere termijn, denk ik, een militair strategische dreiging van China. En dat heeft niks te maken met China's systeem. China is geen systeemrivaal in die zin, maar eenvoudigweg omdat China steeds meer een supermacht wordt die haar militaire arm ook steeds verder zal uitstrekken in de richting van de Indo-Pacific, wat dan aan onze belangen gaat raken in die gebieden, met name de handelsroutes natuurlijk,
maar ook de stabiliteit van Taiwan en de stabiliteit van Oost-Azië. En dat we daar als Europa ook wel iets mee moeten. Dus als we ons alleen richten op waar de discussie heel sterk op gaat, op spionage, op beïnvloeding, op inmenging en dergelijke, dan denk ik dat ze toch een beetje het grotere plaatje missen. Zonder dat ik nu wil zeggen van we moeten met z'n allen heel veel bootjes richting de Indische Oceaan sturen of de Stille Zuidzee om China maar zoveel mogelijk tegen te houden. Maar we moeten wel zorgen dat we daar wel degelijk militair aanwezig zijn, zodat we samen, dat Europa samen met de andere twee grootmachten, China en Amerika, daar een rol kan spelen om te zorgen dat onze belangen behartigd blijven. Ja, nou, een van de dingen die je natuurlijk hoort, dat ze in China een belangrijke rol speelt bij de Power Projection, om dat maar even zo te zeggen, is dat zij natuurlijk af willen van het multilaterale regime en de waarden die daaronder liggen, zoals dat vorm is gegeven door de westerse wereld vanaf 1943, grofweg zeg maar, 43, 45. Hier is een vraag van iemand die zegt, wordt het ook dan niet tijd dat wij onze eigen, door onszelf uitgeroepen tot universele waarden als democratie, internationale wereldorde en mensenrechten herzien. Houdt China ons hier niet een spiegel voor door te doen, namelijk het opleggen van Chinese waarden, wat wij zelf hebben gedaan tegen en na het einde van de Tweede Wereldoorlog? Ik vraag voor alle drie de sprekers. Is dat iets waar we wat mee moeten? Ook omdat China in een aantal van die zaken, met name als het gaat over mensenrechten, natuurlijk momenteel voldoende bondgenoten kan vinden. Die vinden dat de universele mensenrechten, hoewel ze allemaal BUPO-verdrag hebben ondertekend, misschien toch ook niet meer helemaal de geest van deze tijd reflecteren. Eerst maar eens de auteur, Frans Paul. Een kort antwoord graag. Moeilijke vraag. Ja, het antwoord is ja. We moeten dat herzien, omdat behalve China ook heel veel andere niet-westerse landen in die tussentijd zijn ontstaan sinds 1945. Die bestonden toen nog niet als onafhankelijke staten. En je kunt niet als minderheid van landen ervan overtuigd zijn dat jouw waarden universeel zijn. En gewoon ziende dat er veel andere landen zijn die dat niet helemaal bestrijden, maar toch wel daar nog eens een keer over in discussie willen gaan. Oké, goed. Voor sommige vloeken in de kerk dit, maar daar komen we vanzelf op. Ik ga eerst even naar Vincent. Vincent, hoe zie jij dat? Dankjewel. Ik denk dat het ervan afhangt. Ik vraag me af of dat mogelijk is. En ik zie een zekere parallel. Dus als je in China zegt, het Chinese nationalisme, de Chinese identiteit op dit moment laat niet toe dat er bepaalde compromissen worden gemaakt. Ik denk dat je iets dergelijks in het Westen ziet. En dan onderscheid natuurlijk tussen de Verenigde Staten die niet toelaten dat zijn leiderschapsrol zou verdwijnen. En Europa die niet toelaat dat er aan universele of althans Europese waarden wordt getornd. Dus mijn antwoord is eigenlijk, ik denk dat Europa en wij prioriteiten moeten maken. En dat je daarbij zou moeten onderscheid zou moeten maken tussen wat er binnen Europa gebeurt. Wat er in de regio gebeurt hier en wat er globaal gebeurt. Ik denk dat iets is waar we mee zullen. Dat gebeurt in feite ook al. Hè? Wordt defensief in Europa het een en ander gedaan. En ik denk dat er nu eigenlijk druk komt om te accepteren dat wat wij in Europa wenselijk vinden, en misschien ook voor de hele wereld, dat niet hetzelfde zal zijn. We kunnen niet in Europa dezelfde waarden eisen of normen eisen als de rest van de wereld. Ik denk dat een realiteit gaat worden. Maar of de politiek het beleid zo kan omvormen, dat lijkt me hoogst twijfelachtig, om vergelijkbare redenen eigenlijk, historische redenen zou je kunnen zeggen, als in China. Dus het gaat hier weer om capaciteit en verwachtingen, denk ik. Ik vind ook, het tweede punt dat ik wil maken is, volgens mij wat er aan ontbreekt, is op al die drie niveaus, als je iets wil met China, dus het China-beleid zou die drie niveaus moeten onderscheiden. Binnen EU, bij wijze van spreken, of binnen Europa, de regio en daarbuiten. Omdat dat nou eenmaal realistisch de invloed van Europa ook afneemt naar buiten toe. Het tweede is, en dat is natuurlijk bekend, is dat er nu te weinig slagkracht is. En ik denk dat dit een bewustzijnskwestie is die het belangrijkste is. Het gek is, en dit is de tweede paradox die ik zou willen benoemen, nu China een grotere dreiging wordt, althans de perceptie ervan als dreigender wordt gezien, is het eigenlijk tijd voor Europese lidstaten om water bij de wijn te doen en een gemene deler te zoeken. Vraag, kan dat? Dus ik zie het probleem veel meer, niet zozeer zouden we dit moeten doen, zouden we dat moeten doen. Ik zie het probleem in, wat kunnen we doen? En zeker als nationale overheden en parlementen eisen stellen die afgaan van de gemene delen. Dat zie je heel duidelijk in het mensenrechten dossier, waarin Nederland een kopgroep zou willen vormen, andere landen een kopgroep vormen. Al die kopgroepen zorgen voor versplintering en minder slagkracht. Binnen de EU en buiten de EU. Dat is volgens mij het grootste probleem.
Oké. Frank, heb jij nog wat aan toe te voegen of ga ik door naar een volgende vraag? Ja, heel kort. Ik ben het eens met wat de twee heren al reeds gezegd hebben. Ik denk dat we een beetje af moeten ook van het idee dat China een systeemrivaal is. Ik vind dat een hele kwalijke term. China is een klant met een ander systeem. Maar dat maakt het niet dat haar systeem met ons systeem zou rivaliseren. We moeten China een beetje meer bekijken, niet zozeer als een communistisch land, maar meer kijken als een supermacht in opkomst. En heel veel wat het doet, is eigenlijk vergelijkbaar met supermachten en grootmachten in het verleden ook hebben gedaan. En dat betekent dat we ook af moeten stappen van onze eigen westerse culturele en politieke suprematie, die we vinden dat we hebben, ons recht om te bepalen hoe de wereld in elkaar zou moeten zitten, en eenvoudigweg ons meer moeten richten op de harde feiten, de realistische feiten van de rivaliteit, concurrentie met China als een van de supermachten in de wereld. Waarbij Europa, denk ik, zich ook meer, helaas, zal moeten gaan omvormen tot een grootmacht. Om in dat speelveld tussen Amerika en China slagkracht te creëren. Ja, maar Europa als grootmacht noemen is natuurlijk meteen de vraag opwerpen van hoe verhoudt zich dat tot de realiteit? Ja, dat weet ik heel goed natuurlijk, maar ik denk dat dat toch de enige weg is. Als we alleen maar blijven roepen dat onze waarden en normen zo superieur zijn, dan denk ik dat we ons uit de markt prijzen. En hoe voorkom je meteen dat een voorstel als dit, of als je er überhaupt maar wordt besproken, als een soort tweede München wordt gezien, 38, capituleren voor een dreiging die je blijkbaar niet het hoofd kan bieden met het inwisselen en inruilen van alle eigen normen en waarden? Is dat een vraag aan mij? Ja, ze vragen even aan jou, maar ik wil het ook het antwoord van die andere twee weten, want dat is natuurlijk... En nou, het is precies het tegenovergestelde. Ik zeg juist dat we als reële grootmacht, of potentiële grootmacht, ons sterker moeten maken in de concurrentie met andere grootmachten, waarbij China natuurlijk een heel belangrijke, maar zeker niet de enige is. Maar dat we ons niet moeten blind staren op onze eigen beschavingssuperioriteit die een uitdrukking krijgt door ons politieke systeem en onze waarden over mensenrechten en dergelijke. Uiteindelijk gaat het helaas daar volgens mij niet om. Het gaat om de geopolitieke realiteiten waarin wij uiteindelijk nu eens wat meer volwassen moeten gaan optreden. Dat was dus het natuurlijk... is het tegenovergestelde van München eigenlijk. Ja, ik snap het. Nee. Nou was natuurlijk de hoop gevestigd op het Duits voorzitterschap, vraagt iemand anders. En nou ja, die live ontmoetingen die waren gepland konden niet doorgaan. Maar nu Merkel niet langer namens Duitsland het voorzitterschap voert, hoe liggen de kansen dan om die Europese positie uit te bouwen, zodat we een geloofwaardige partij met jegens en tegenover China worden? Ik? Of Frans Paul? Ja, doe je maar even, Frank. Oh, nou, ik ben niet optimistisch over die kansen. Ik zeg alleen dat dat de enige weg is die uiteindelijk leidt tot een, denk ik, gunstige uitkomst voor ons hier in Europa. En we moeten beginnen met ons dat te realiseren. Het feit dat Duitsland dat niet kan doen, komt niet als een verrassing, denk ik. Duitsland is een van de meest versplinterde politieke arena's die ik ken. Ik denk dat de Fransen hier toch een belangrijke rol in moeten gaan spelen. Maar ik denk dat we toch meer macht, meer soevereiniteit moeten neerleggen in Brussel. En ook uiteindelijk gaan moeten gaan denken in termen van Europa ombouwen tot toch een militaire alliantie. Ik weet dat het allemaal ingaat tegen wat reëel is, wat geprobeerd is en dergelijke. Maar ik zie dat toch als de enige weg die wat mij betreft een gunstige uitkomst gaat geven voor ons hier in Europa. Oké, Frans Paul, wilde jij daar nog wat aan toevoegen? Nou ja, het zal toch voor een groot deel van Duitsland en Frankrijk moeten komen. En ik ben het ermee eens dat het allemaal om macht gaat en Europa moet een machtigere speler worden internationaal dan dat het nu is. Het duo Macron-Merkel, dat was onze beste kans tot nu toe. En ik hoop dat het na Merkel dat het toch... een goed alternatief gaat komen. Ja,
We hopen het met je. We hopen het met je. Er is nu even een vraag ook hier over de perceptie van macht. De perceptie van macht berust natuurlijk voor een belangrijk deel op de economische pijler. Want dan ben je aanwezig. Dat is natuurlijk niet altijd het geval. Duitsland was jarenlang een economische superpower, maar een politieke dwerg. Voor China geldt dat het naast die economische superpower nu ook gezien wordt als een politieke superpower. Maar hier zegt iemand, als we goed kijken naar wat er in China economisch aan de hand is, de hoge binnenlandse schulden, inefficiënte staatsonderneming, ongunstige demografische ontwikkeling, de vergrijzing, tekent zich een geleidelijke ontkoppeling met de westerse economie en dus technologie af. In hoeverre, is de vraag aan Frans Paul, is het realistisch dat China deze enorme claim van economisch leiderschap kan volhouden? Ja, het is al decennia zo. Dat is eigenlijk sinds de economische opening van China eind jaren 70. En daarna kwam die hele snelle economische ontwikkeling, dat vanaf de jaren 90 al grote vraagtekens werden gezet bij of China in staat zou zijn om dat verder te ontwikkelen, om dat vol te houden. En die vraagtekens zijn terecht, ik denk nu nog steeds ook. Maar je ziet wel dat het land al verrassend ver gekomen is en dat je rekening moet houden met de mogelijkheid dat het zo toch nog een tijd doorgaat. De binnenlandse schulden zie jij niet als verontrustend? Ik zeg nee. Ik zeg niet dat dat niet een belangrijke factor is die een grote rol kan spelen. Maar het is de Chinese leiding tot nu toe gelukt om die balans te vinden, om het allemaal bij elkaar te houden. Ja. En de Chinese groeicijfers na corona laten ook zien dat aan die kant de diepe zakken van de overheid ook nog gevuld gaan worden. Ja, oké, okay, goed. Er komen veel vragen binnen. De meeste vragen zijn ontzettend lang, soms wel 20 woorden. Dus dat is voor mij nog een heel gedoe om te luisteren naar wat mensen zeggen en dit te lezen. Is toch heel anders dan wanneer je dit modereert. Maar ik ben nu op zoek naar de vraag die al in het begin kwam. Als je praat over het uitoefenen van politieke druk op China, dan zijn er natuurlijk een aantal instrumenten. En soms wordt aan Nederlandse zijde, zegt de vragensteller, overwogen om de enorme voortrekkersrol heeft, om haar expertise en kennis op het gebied van tuinbouw, die door China tuin en landbouw, die door China ook heel erg wordt gewaardeerd natuurlijk, om die in te drukken. De vragensteller zegt meteen, is dat niet zowel een naïeve als een gevaarlijke gedachte? Naïef, omdat Nederland alleen niets kan uitrichten tegen China. En gevaarlijk, omdat wij als klein en voor China politiek onbetekenend land dan als enige de klappen zullen moeten opvangen, zoals het in het verleden gebeurd is. Wat zeg jij van deze aanpak? Hoe lijkt je dat? Nee, ik denk dat Nederland inderdaad wel degelijk op een aantal punten zaken te bieden heeft die voor China heel interessant zijn. Maar ik denk dat dat onvoldoende op zich is. Onvoldoende basis om daarmee druk op uit te oefenen op China. Dus als je dan zegt van, ja, maar als we die dingen, bijvoorbeeld als we die landbouwtechnologie niet aan China gaan geven, tenzij dat er bepaalde dingen gaan gebeuren, denk ik niet dat echt impact gaat hebben. Dat gaat ons kosten, zeg maar. Kosten zonder dat het iets oplevert. Ja, oké. Okay. Dus daar ben je geen voorstander van. Dan een vraag over Taiwan, wat natuurlijk ook hoogst actueel is en blijft. Hier vraagt iemand, is het niet tijd om het één-China-beleid te herzien? En moeten we niet kiezen voor samenwerking met een democratie, waardoor ook de huidige internationale rechtsorde en mensenrechten wordt gesteund? Er wordt heel vaak een link gelegd tussen democratie en mensenrechten. En ik denk dat het juist in het geval van China goed is om die twee als apart te beschouwen. Op het gebied van mensenrechten denk ik dat China een grote uitdaging of zelfs bedreiging vormt voor belangrijke mensenrechtenwaarden die centraal staan in onze samenleving, in ons wereldbeeld. Maar ik denk dat democratie geen goede basis is voor een China-beleid. Dus dit, hoe je dan met Taiwan om zou gaan, zou daar een afgeleide van zijn. Daarmee wil ik niet zeggen dat het Taiwan-beleid niet nog eens een keer goed bekeken moet worden, of we dat anders kunnen inkleden. Maar ik denk niet dat het steunen van Taiwan, of het proberen te beschermen van Taiwan tegen Chinese invloed, omdat Taiwan een democratie is, als onderdeel van een breder China-beleid waarin we China benaderen als het tegendeel van een democratie. Mm-hmm. Ik denk niet dat zo'n ideologische basis, dat goed werkt. Niet die dichotomie bedoel je? We steunen het ene democratische land tegen het ondemocratische land?
niet democratie als ideologisch uitgangspunt, maar veel meer kijken naar China in termen van machtsevenwicht. Wat kunnen wij doen om die macht van China, om daar een tegenwicht tegen te bieden? Welke rol speelt de internationale rechtsorde in de positionering vis-à-vis China? Internationale rechtsorde is iets wat wij als Nederland en ook als Europese Unie ook echt nodig hebben. Dus niet alleen dat we daarin geloven dat dat beter is voor de hele wereld, maar we hebben dat ook echt nodig voor onze eigen bescherming. Want wij zijn niet een hele sterke militaire macht die zichzelf militair kan beschermen tegen de buitenwereld. Dus het is nodig voor ons om daarin te blijven investeren, maar tegelijkertijd ook om te zien dat naarmate er andere spelers opkomen die ook machtig worden en die andere belangen hebben, dat er steeds opnieuw gekeken moet worden naar hoe wij dat systeem in stand kunnen houden op een manier die op een aantal gebieden toch concessies doet, zodat het ook acceptabel is voor niet-Europese partijen. Ja. Ik vraag even aan Vincent, want die is jurist en hij doseert ook in China aan de Western University in Chongqing. Vincent, wat is over het algemeen jouw ervaring met opvattingen over internationaal recht in China? Hoe kijkt men daar tegenaan? Nou, dankjewel, Lid. Ik wou je net iets over zeggen eigenlijk. Ik wist niet hoe ik mijn handen omhoog kan doen. Nou, dat wist ik wel, maar op een manier dat je er iets mee zou kunnen doen via deze techniek. Ik denk dat Frans Paul in zijn boek, je lacht nu. Ik denk dat Frans Paul in zijn boek eigenlijk een heel duidelijk beeld geeft van hoe China hier tegenaan kijkt en hoe verschillend dat is. Ik vind heel duidelijk neergezet het Chinese buitenlandbeleid. Waarbij je ziet, waarbij Frans Paul aangeeft dat de nabije regio eigenlijk de prioriteit heeft. Vervolgens echter de grootmachten natuurlijk een sleutelrol spelen, waar eerst iets mee gedaan moet worden. En vervolgens, en daar komt hij, ontwikkelingslanden, maar ook multilaterale instituties, eigenlijk als instrumenten worden gezien. Instrumenten om die grootmachtsstrijd, of wat het ook is, te kunnen voeren. En ik denk dat je zo kunt zien hoe er, en ik generaliseer natuurlijk, maar ik bedoel vanuit het beleidsdenken naar internationaal recht wordt gekeken. Overigens niet vreemd natuurlijk, want dat doen grote machten vaker. Dat is denk ik het essentiële verschil tussen de Verenigde Staten en Europa. Waarbij inderdaad, zoals Frans Paul zegt, hier een hele andere positie wordt genomen over de rol van het internationaal recht. Dus ik denk in China is het heel duidelijk een instrumentele rol. En ik ben het dan ook niet helemaal eens met de analyse die je net maakte, dat China van het multilaterale instituties af wil. Ik denk dat het eerder zo is dat het zich daarin werkt, op een manier dat het daar eigenlijk niet weg te denken is. En daarbij zal af en toe iets moeten veranderen, maar grotendeels kan het staan. Alleen, de rol moet worden overgenomen. Moet gewoon de stoelen gewisseld worden. De prioriteit, de pickorde moet veranderd worden in de instituties. Dan is het op zichzelf akkoord. Maar ik ben benieuwd wat Frans Paul daarvan zou zeggen. Ik vind dat inderdaad ook. Je ziet dat China die multilaterale orde juist in stand wil houden, juist wil versterken. Maar inderdaad wel op een manier die beter past. China, waar China meer invloed binnen heeft en het ook beter kan gebruiken als instrument voor de China's buitenlands politieke belangen. Oké, nou komt hier toevallig een vraag binnen die meer op die bilaterale aanpak van China ingaat. Namelijk in hoeverre Nederland zich bij de Belt and Road moet aansluiten, hè, formeel. En of het eigenlijk, als het dat niet doet, of het eigenlijk ook niet andere Europese landen zou moeten ontmoedigen om zich bij het BRI aan te sluiten. BRI is toch, denk ik, wel een heel geslaagd instrument van de Chinezen om dingen bilateraal te regelen. Hoe sta jij tegenover de Nederlandse deelname aan BRI? En is het aan ons om andere landen te ontmoedigen om daar van aan deel te nemen? Nou, voor Nederland denk ik dat BRI, het Belt and Road initiatief, heel belangrijk is en daar moeten we iets mee. Maar ik denk wel dat het formeel je daarbij aansluiten, dat niet meer. Dat was een aantal jaar geleden misschien een optie geweest. Maar dat is toen niet gebeurd en ik denk dat dat nu een gepasseerd station is. Dat kan, dat is nu ook niet diplomatiek en politiek ook niet meer haalbaar. Ik denk ook niet dat er in sommige, een deel van de Europese Unie landen hebben zich er in het verleden bij aangesloten, een ander deel niet. Ik denk dat dat ook verder niet meer gaat veranderen. Die landen die zich erbij aan hebben gesloten, die kijken daar nu misschien heel anders tegenaan en doen daar ook niet veel meer mee. Dus ik denk dat dat formele niveau van wel of niet je daarbij aansluiten, dat daar gebeurt verder niks meer mee. Maar ik denk wel dat wij als Nederland, ik denk ook Europa als geheel trouwens, maar dat we als Nederland daar iets mee moeten. Want dat Belt and Road initiatief, dat heeft grote invloed op internationale
transportstromen, internationale logistieke ketens. En Nederland is nou eenmaal een land dat internationaal enorm geïntegreerd is en heel erg afhankelijk is van hoe de ketens gevormd zijn en hoe de goederenstromen lopen en of ze wel of niet via Nederlands grondgebied lopen. Dus we moeten daar wel degelijk op inspelen. En hoe dan? Ja, voor een deel door een hele sterke onderhandelingspositie te ontwikkelen. Maar voor een deel ook te kijken door waar wij wel iets kunnen met China. Dus zonder dat wij meegaan in een Chinees systeem, kunnen er toch onderdelen zijn waarop je wel samenwerkt. Oké, goed. Er komt nog een vraag binnen over een thema wat we hebben aangeraakt toen we spraken over mensenrechten en het herzien van de dominante westerse waarden zoals ze zich na de Tweede Wereldoorlog hebben gevormd. Om dat te doen, omdat niet alleen China dat vraagt, maar dat er ook echt steeds meer niet-westerse landen zijn die vraagtekens zetten of dat nou inderdaad universele mensenrechten zijn. Maar dan vraagt er iemand, dan zitten we toch nog wel steeds met de vraag wat we doen als er van die flagrante overtredingen van de mensenrechten zijn, zoals we zien in Xinjiang met de Oeigoeren. Hoe ga je daarmee om? China toont zich daar totaal niet gevoelig voor. Een hele sterke teflonlaag heeft dat ontwikkeld. Hoe ga je daarmee om? Hebben we het daar helemaal niet meer over? Hoe weef je dat in een algemene aanpak tegen China? Ja, eigenlijk speelt dat al decennia een discussie over wat is nou de balans tussen onze economische belangen bij China en datgene, zeg maar, ons mensenrechtenbeleid. En dat is heel lang zijn dat gescheiden trajecten geweest waarin we China bekritiseerden op het gebied van mensenrechten, maar tegelijkertijd zeiden we willen graag zoveel mogelijk zaken doen met China, want dat is gunstig voor ons. Dus ik denk dat het begint bij kijken van hoe belangrijk vind je die mensenrechten nou echt? Tot nu toe hebben we laten zien dat we het in theorie heel belangrijk vonden, maar in praktijk eigenlijk niet zo belangrijk. Ja, als we daarbij blijven, dan denk ik dus dan uitzicht dat ook in een beleid waarin je China blijft bekritiseren, maar waarin dat ook weinig effect zal hebben. En er is nog een bijkomstigheid in de laatste tijd, met die toenemende geopolitieke spanningen, zou het nog zo kunnen zijn dat meer mensenrechten druk op China de situatie in gebieden als Xinjiang of in een plaats als Hongkong alleen nog maar verslechtert. Omdat de Chinese regering daar op reageert en het niveau van de repressie nog wat opvoert. Ja, dank je. Frank, kun jij daar nog iets over zeggen? Of wil je daar nog iets over zeggen? Over hoe je dat doet als land onderhandelt of praat met China over allerlei zaken die prettig gaan en goed voor iedereen zijn zonder dit soort misstanden toch aan te kaarten? Ik denk dat het belangrijk is om het niet te zien als een soort oppositie of tegenspraak tussen, laten we zeggen, de koopman en de pastoor. Ik denk dat we een beetje terug moeten naar eerste principes en ons na moeten denken op welk niveau, hoe hoog leggen we het latje als het gaat om een andere regering bekritiseren over de manier waarop ze hun land besturen. En wat er gebeurt met de mensenrechtendiscussie is dat het latje steeds lager gelegd wordt. Totdat we op een gegeven moment op het punt zijn dat alleen landen die volledig zijn zoals wij, volledig acceptabel zijn. De rest die zijn allemaal minder en moeten bekritiseerd worden en moeten, als het even kan, ook veranderd worden in onze richting. Dus als we China bekritiseren over wat er in Xinjiang gebeurt, dan moeten we zeggen van hoe erg is dit echt? Gaat het hier om een genocide? Gaat het hier om totaal wanbestuur? Gaat het hier om een dictatoriale kleptocratie? Of totale machtsmisbruik? Want dat zijn de dingen waar je, denk ik, in discussies op internationaal niveau wel degelijk andere landen moet kunnen bekritiseren en ook moet kunnen aanpakken. Maar dat is dus de lat erg hoog leggen. En de vraag is dus wat er gebeurt in Xinjiang, wat er gebeurt in Hongkong, wat vanuit de Chinese optiek volledig interne aangelegenheden zijn van China, is dat iets waar wij van zeggen, is dat wanbestuur? Is dat slecht bestuur? Is dat een manier van een land besturen die echt niet meer kan? En ik denk dat we daarnaar moeten kijken. Dus we moeten een beetje weg van die hele westerse, bijna legalistische definitie en nadenken over mensenrechten en meer kijken naar van wat is goed bestuur? En wat is een maatschappelijk leven dat op regels gebaseerd is en voorspelbaar is dat mensen
in staat zijn om hun leven in redelijkheid in te richten. In plaats van te gaan zeggen van, dit zijn onze normen en zo moet iedereen maar precies leven. Want dan krijg je echt het missionarisch effect. En waarin iedereen die niet precies is zoals wij, per definitie altijd tekortschiet. Maar geloof je niet met wat we weten van de positie van de Oeigoeren in Xinjiang, dat je niet een missionaris of dominee hoeft te zijn om toch grote vraagtekens te stellen bij wat daar gebeurt? Ik stel daar hele grote vraagtekens bij. En ik was ook een van de eersten, denk ik, in Nederland, of althans in Europa, die daar tegen geageerd heeft. Maar om dit te zien als iets wat... wat de Chinese Communistische Partij als een niet legitieme regering maakt en waarbij ze dus hun systeem zouden moeten veranderen, vind ik niet een conclusie die ik zou willen trekken. Ik denk dat we hier heel duidelijk zouden moeten zeggen van, dit kan niet, dit hoeft ook eigenlijk niet. En wij zijn het er niet mee eens, maar dat betekent niet dat wij de pretentie moeten hebben dat we China kunnen veranderen en op een andere manier laten optreden ten opzichte van haar eigen bevolking. Ik denk dat dat niet aan ons is hier. Want hoe erg het ook is, we zitten nog niet op het niveau van een genocide van totaal wanbestuur. Ja, nou ik heb nog nooit zelf de samenvoeging van genocide en wanbestuur gemaakt. Daar ga ik over nadenken. Maar goed, we laten dit even rusten. Er valt toch heel veel over te zeggen. Maar daar gaan we nog wel een keertje op in. Hier is nog een punt over de BRI. Dat het op logistiek terrein een belangrijk punt voor Nederland is. Nederland is namelijk eindpunt van de spoorlijn. En ik zou zeggen de Rotterdamse haven is daar natuurlijk ook bij begrepen. En daarmee is Nederland toch een partner voor China in de BRI. En daar kun je op zich ook wel mee. Dus zijn we de facto in BRI-termen ook een partner van China? Of zijn we gewoon een handelspartner zonder dat we met de BRI formeel wat te maken hebben? Er is geen harde grens tussen wat wel en wat niet BRI is. Nederland zit in de zone van landen waar heel veel landen in zitten. Namelijk dat ze in praktijk veel met China te maken hebben. Er gaan treinen van China naar Nederland, maar ook naar heel veel andere Europese landen. En er gaan natuurlijk heel veel schepen van China naar Rotterdam, omdat dat de grootste haven van Europa is. En tegelijkertijd is de BRI vanuit China ook een begrip wat eigenlijk tal van initiatieven die ook al liepen onder één noemer heeft geschaard. Dus in die zin is het heel erg diffuus. Goed, ik bewaar één vraag voor de laatste vraag. Maar zijn er nog andere vragen? Dan kunt u me nu stellen. U kunt ook vragen stellen naar aanleiding van hetgeen Frank Pieker of hetgeen Vincent Chang naar voren hebben gebracht. Zijn die er nog? Nee, die zijn er niet. Ja, maar ik zie ook niet als mensen typen. Hè. Ik moet echt wachten tot die vraag hier in mijn scherpje is verschenen. Maar ik denk het niet. Dan kom ik naar de laatste vraag. En dat is een vraag aan ons allen. Maar ik denk toch vooral eerst aan Frans Paul. Kan iemand die geen geograaf, geen demograaf, geen econoom, geen socioloog, geen psycholoog, geen jurist, geen literatuurwetenschapper, geen politiek wetenschapper en geen antropoloog, volgende punt, iemand die niet aan een militaire academie heeft gestudeerd, de Chinese taal niet beheerst, dat is denk ik ten onrechte, kan iemand zonder al deze capaciteiten toch een waardevol boek over China schrijven? Ik stel hem aan jou, maar dat is natuurlijk eigenlijk, denk ik, achteraf helemaal niet goed. Ik ga dat ook niet doen. De vraag is vrij vroeg gesteld. Dat was nog voor de loftuitingen van zowel Frank als Vincent als mijzelf. Maar jij bent natuurlijk historicus en jouw boek richt zich ook, toch? Ja, ik ben historicus en ik heb het geschreven als historicus. En je zou inderdaad eigenlijk nog veel meer wetenschappelijke training of ervaring moeten hebben. Maar dat is wat ik heb gedaan. En ik denk dat, dat het mogelijk is om juist vanuit heel veel verschillende hoeken en perspectieven een bijdrage te leveren. En dit is er één van. Ja, en over het algemeen wordt hij als geslaagd beschouwd. Als de vraagsteller mij zijn adres stuurt, dan sturen wij heel graag een exemplaar van dit boek op van Frans Paul. En dan kunt u zelf beoordelen of de vraag die u stelt toch met een ja-uitroepteken of niet beantwoord kan worden. Dus als u mij dat eventjes mailt, dan sturen wij u een boek toe. Ten slotte komt er nog een vraag
in hoeverre China een partner is voor het internationaal internetbeleid. Cybersecurity speelt dan. Ik denk dat we dat even laten rusten. En dan is er nog een hele particuliere vraag of jij het D66-initiatief voor een parlementaire... Oh ja, het over de Chinese invloed in Nederland. Of jij daar een parlementaire enquête voor zou willen zien? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat het wel goed is om heel nauwkeurig te kijken naar Chinese invloed in Nederland en om daarna te blijven kijken. Maar dit, ja, als ik me goed herinner, dan was het voorstel dat... dat bestuurders van organisaties of van bedrijven, dat die een verklaring zouden moeten kunnen geven of zouden moeten geven over de mate waarin zij invloed van China ervaren of zelf beïnvloed worden door China. Het hangt er vanaf hoe je dit soort initiatieven positioneert, maar als dat richting een sfeer gaat waarin mensen verdacht zijn omdat ze banden met China hebben, dan denk ik dat die kant moeten we niet opgaan. Oké. Dan denk ik dat ik het daarbij laat. We zijn bijna door de tijd heen, maar nog niet helemaal. Ontzettend bedankt voor je aanwezigheid en de uitgebreide toelichting op de vragen die gesteld worden. Dat geldt ook voor Frank Pieke en Vincent Chang. En uiteraard geldt het ook voor de deelnemers aan dit gesprek. En ik hoop toch dat het een aansporing is om u verder te blijven verdiepen in China. Wellicht via het lezen van het boek van Frans Paul, wat ik erg aanbeveel. Ik wacht op het ene adres van de meneer uit Rotterdam. Die sturen we dat dan toe. En dan wens ik u verder nog een hele prettige avond. En reeds over 10 dagen is het zover. Hele goede feestdagen en een gezonde jaarwisseling. Dank u wel. Dank je wel. Dank je wel.